De twee senioren zussen, Jingu, waarvan de ene zus niet zo gezond is, wonen in een woning waarvan het oude houten gedeelte helemaal door houtluizen is aangetast. En daar ondervinden zij bijzonder veel last van. Wij van Ever 12 werden uitgenodigd om polshoogte te nemen en de noodkreet van de zussen aan te horen. Mijn huis is helemaal niet goed. Straks gaat jullie binnen, dan gaat jullie zelf kijken. Die balken zijn helemaal niet goed en het hele huis is niet goed binnen. Als u gaat lopen, straks gaat u zelf zien. Hoe lang woont u al hier? Allang, meneer, allang. Maar vroeger was het een beetje goed, Ik heb twee mensen genomen in mijn huis. En ze waren in mijn huis bijna 3 maanden zo. En ik heb die persoon begeleid. Ze gaat naar Tabernacle Faith of Love. Dat is de waarheid. Maar nu kan ik mensen niet ontvangen. En daarvan, eerste plaats, mijn huis is helemaal niet goed. Hoe oud is dit huis? Helemaal oud. 1996 zo is. Ik heb het transport. Ik ga straks u wijzen, want uit het hoofd heb ik niet welke maand, welke jaar waren we hier. Maar ik heb het transport. Ik ga u geven, dan gaat u zelf zien. Maar dit huis is dus eigendom. Hier bent u geboren? Nee, dit huis, dit perceel was van mijn tante. Mijn moeder is zo vol, maar we waren hier. Heel oude huis was dit. En mijn tante moest naar Nederland vertrokken. Ze is Nederland weggegaan, dan was ik hier. Oké. U heeft 1 voor 12 gebeld. En natuurlijk hebben we de beelden gezien. Maar wat wilt u dat 1 voor 12 voor u doet? Ik wil graag dat 1 voor 12 wil mijn huis herbouwen. Stenen huis, zodat het kan steviger worden. En zodat ik kan ook kerk gaan, want dat is de waarheid. Allang ben ik geen kerk gegaan, omdat ik en mijn zusje waren al weg. We gingen kerk en mensen zijn in mijn huis gekomen. Ik was nog jong, ik heb hard gewerkt, broer. En ik heb mijn geld erbij gezet. Ik heb een box gekocht. Mensen hebben dat box van me genomen. 26 juli, we waren niet. Ik moet mijn zusje nemen naar de dochter brengen. Dat is de waarheid. Ik had een grote tv gehad van mijn werkplaats. Ik ben gekomen thuis. Ze hebben weggenomen dat grote tv. Dus in dit huis woont u met uw zusje? Ja, met mijn zusje. En hoe lang woont u al samen met uw zusje hier? Allang, meneer. Allang. Bent u nog werkzaam? Ja, als ik werk krijg, dan moet ik werken. Want ze is zieke patiënt. Ik moet haar verzorgen. Als je niet werkt, dan kan je leven niet doorbrengen. Maar u bent dus nog niet gepensioneerd? Ja. En wat voor soort werkzaamheden verricht u dan? Huishoudelijke werk. Ik moet stroom betalen, telefoon betalen, waterleiding betalen, eten, drinken, zelf kopen. Ik doe alles. Dus als ik het verhaal ook goed begrijp, dan vanwege de situatie van het huis heeft men dus ingebroken? Ja, dat huis is helemaal niet goed. Maar heeft men ingebroken? Want u had het over een televisie die men heeft meegenomen? Ja. Niet vandaag. Hoeveel jaren ze zijn gestolen. Ik heb naar politie gebeld. Politie zei, meneer, mevrouw, we hebben geen getuigenis. Als we zo'n getuigenis krijgen van iemand, zou ik die man en die mensen gelijk op slot doen. Maar die politie zoekt naar getuigen. En we zijn niet thuis van waar ga ik die getuigen brengen. Dat is zo vervelend voor mij. En daardoor kan ik niet kerk gaan. Zij gaan zondag. Morgen, ik kan niet kerk gaan. Dat is de waarheid wat ik vertelde. Ik wil graag dat mijn huis moet herbouwd worden, sterk worden. Zodat ik kan ook samen met hem kerk gaan.